De stem van de straat. Iedereen moet aan het woord komen. I am standing on the shoulders of the ones who came before me. I am stronger for their courage. I am wiser for their words. I am lifted by their longing for a fair and brighter future. Hi, mijn naam is Steve Brown. Ik ben zoals bijna ieder Amsterdammer inmiddels al weet de underground presentator van de Stem van de Straat. En tevens hoofdredacteur van Volksnieuws Amsterdam Noir. En we zijn hier vandaag om verslag te doen van de Internationale Vrouwendag op het Museumplein te Amsterdam. Helaas is tot nu toe de opkomst wat ons betreft zeer teleurstellend. Het is eigenlijk vreemd dat het niet meer leek. Maar goed, wellicht heeft dat te maken dat ze het op een dinsdag gedaan hebben op 11 uur. En toch veel mensen er nog moeten werken of in de rijen staan bij de voedselbanken. Maar goed, wat we ze wilden vragen vandaag is dat met name de vrouwen die aan de macht zijn gekomen de afgelopen decennia, zoals Christine Lagarde, de bekende IMF-gangsterin van de 300 miljoen euro fraude in Frankrijk, waarvoor ze veroordeeld is. Nelly Smit-Kroes, de uber-witwasser van de VVD, niet te vergeten. Daarnaast natuurlijk Melanie Trump, inmiddels de first lady van de tax-free huizengrijper Mad Dog Trump. En last but not least, uiteraard, de grootste tax-free uitkeringstrekker van Nederland, Queen Exotica Maxima. Wat de deelnemers aan deze manifestatie vinden van deze vrouwen. Nou, we hebben dus hier iemand gevonden van de organisatie die enige toelichting wil geven op onze vragen die we hebben voor vandaag. Kun je misschien even ons kijkertje voorstellen? Ja, ik ben Lucia. Ik ben jeugdambassadeur voor ONE. Dat is waar we vandaag mee staan, de organisatie ONE. Wij zetten ons in tegen extreme armoede. 2030 willen wij alle armoede, extreme armoede de wereld uit hebben. En daar hebben we vandaag een stunt mee bedacht. Morgen is Nationale Vrouwendag. Dus vandaag zetten we ons in voor de vrouwen op de wereld. We gaan een vrouwensymbool maken en daar gaan we vanuit de foto, vanuit de lucht een foto mee maken. En wat doe je zelf als ik vragen mag? Ik studeer tandheelkunde. Oké, nou goed zo. Het is heel anders, ja. Maar goed, het is leuk voor de kijkers om te weten. Nou ja, mijn vraag is wellicht een beetje ingewikkelder. Ik wilde jou dus vragen wat jouw mening is en misschien wellicht namens jouw organisatie. Of vrouwenemancipatie altijd leidt tot verbetering van de vrouwenrechten en de emancipatie van de vrouwen. En dan wil ik mening graag horen over het feit dat we de laatste jaren gezien hebben vrouwen als Christine Lagarde, die dus wat mij betreft de IMF-gangster is van het IMF en veroordeeld is voor 300 miljoen fraude. Dan hebben we Nelly Smit-Kroes van de VVD, die bekend staat als de uber-witwasser. Daarnaast hebben we natuurlijk de VVD-bewindsvrouw Schippers, die inmiddels in Amsterdam de bijnaam heeft de zorgwigger. En niet te vergeten in dat rijtje bijvoorbeeld ook nog VVD-minister Hennis, die in Amsterdam bij onze kijkers bekend staat als eigenlijk de lobbyist van de wapenhandel. Maar ik moet daar tegenoverstellen dat ook de vrouwenemancipatie vrouwen voortgebracht heeft als. En die is wat ons betreft wellicht de grondlegger van de vrouwenemancipatierechten. Eleanor Roosevelt. Waarschijnlijk een van de eerste lesbiennes. Die daar ook eigenlijk voor uitkwam. Die opkwam voor de armen. In de jaren 30 al. En Indianen. Minderheidsgroepen. En niet te vergeten natuurlijk ook nog Maria Tiemens. Van de Partij van de Dieren. Die wat ons betreft ook een voorbeeld zou kunnen zijn of is van de vrouwenemancipatie. Wat is jullie mening daarop? Nou, vanuit ONE hierover spreken vind ik wel lastig. Ik ben natuurlijk maar één persoon. Maar wat ik zelf wel hier sterke mening over heb, vrouwenemancipatie gaat over meer dan vrouwen alleen hoog opgeleid. Ik vind dat het gaat over gelijkheid, over de zwakken in de wereld. Het gaat niet per se omdat er per se een vrouw minister-president zou zijn, bij zo'n spreken. Maar je bedoelt dus niet de first lady die we nu hebben? Van Mad Dog Trump. Hoe heet ze? Melanie Trump? Ja. Dat moet echt een goed voorbeeld vinden. Van vrouwenemancipatie. Iedereen zijn eigen mening erover. Ja, okay. Maar het gaat voor mij persoonlijk veel meer om gewoon gelijkheid in de wereld. Want het is gewoon een feit dat vrouwen minder naar school kunnen gaan.
die opleiding naar die vrouwen gaan. Ik vind dat daar wel in onze maatschappij om gaat over gelijkheid. Het is ook niet zo dat alleen vrouwen in onze maatschappij krijgen. Het is goed om mannen die vrouwen krijgen. Dus wacht, als ik jou goed begrijp, staat jullie beweging eigenlijk meer voor het maatschappelijk systeem, wat vrouwen en mensen onderdrukt, dan de poppetjes. Ja, zeker. Had ik dat goed samen? Ja, dat, ik vind wel vriendelijk. Want wij zijn dus niet per se dat wij voor één vrouw vechten. Het gaat gewoon om alle arme meisjes die gewoon geen kans krijgen. Ja, klopt. En ik heb uit jullie, ik heb ook een beetje jullie doelstelling gelezen. En ik geloof, dat ben ik eigenlijk wel met jullie eens. Ik heb begrepen dat in het huidige systeem, wat ik dan doe, bestraft de arme maatschappij, de meisjes nog meer achterliggen als de jongens. Ja. Uitsluitend op grond van hun seks. Ja, dat is een campagne pakken die seks is. Juist. En dat is gewoon heel simpel. Ik kan een Ethiopië geboren zijn, een jongen. En je gaat misschien naar school, maar dan heb je alsnog meer kans dan een meisje. Heb je in ieder geval nog een parcours. Ja. En als je goed hebt in Ethiopië, hoe noem je het ook weer, feestelijke besnijders? Ja, besnijders. Helemaal nog verschrikkelijk. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, mannen worden niet uitgevoerd, meisjes worden uitgevoerd. Dat is maar, en vaak aan oude mannen. En op zeer extreme jonge leeftijd. Dat ook eigenlijk, met mij betreft, de misdaad tegen de menselijkheid. Ja, dat is tijdens de rijder onder andere al. Oké, nou, had je nog iets goed voor onze kijkers? Nee, ik hoop dat jullie allemaal onze foto's gaan bekijken van de stunt. Dat lijkt me wel gaaf. En waar kunnen ze die zien? Die gaan wij allemaal op One, gaan allemaal delen via One. Op One what? Hoe heet het precies? Oh, we hebben One.org, een Twitterpagina, One in Nederland. Dus kunt u allemaal daar vinden. Hartstikke bedankt, veel succes met je actie. There's only one. Oh, the big fat one don't. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.